Het gaat over een vrouw in Japan, een schoonmaakster die 's nachts werkt in een bedrijf en droomt, eigenlijk vastzit en droomt van een uitweg uit haar kooi eigenlijk. Om weg te vliegen uit haar kooi. En ze droomt van een muziekcarrière. En ze gaat... Is wat. En ze gaat die zoeken, die carrière. En ze krijgt een aanbod om mee te doen aan een tv-show. Aan een talentenshow. En ze gaat erop in. En dat blijkt een slechte keuze. Want ze komt in een soort... Een web van prostitutie terecht. Was mijn relatie met Japan... Ik vind dat een heel visueel land. Je kunt daar op een andere manier verhalen vertellen, vind ik. Ook omdat dat ver is. Als je een verhaal vertelt die voor ons heel... Hoe moet ik zeggen? Die misschien heel kwetsend kan zijn voor ons. Of heel delicaat. Als je dat heel ver plaatst, dan kun je veel meer doen. Ik kan een verhaal vertellen over Eskimo's. En die dingen laten doen die bijvoorbeeld dat als je dat hier zou doen, dat veel moeilijker zou zijn. En Japan is een, ja, zoals ik zei, dat is een visueel land. En ook, die hebben een historische link met waar dat prostitutie en muziek en poëzie eigenlijk al heel lang samenhoort. En bij ons is dat niet. En als je hier over prostitutie praat, is dat heel zwaar en heel... heel gewichtig. Daar is dat veel minder. En plus ook, ik heb ook altijd het gevoel dat er in Japan... dat die zo een geschiedenis hebben van, heel, van sprookjes vertellen... en heel veel fantasie en hele rare twists in verhalen en zo van dat. Waardoor dat bijvoorbeeld, zeg maar, als er een kwal uit een tv komt... dan vinden mensen dat niet zo raar als dat in Japan is. Als dat bij ons is, is dat gewoon... Gewoon heel is dat, gewoon stop de brain even van, het is just een quality tv gekomen. Maar in Japan, ça va, vind ik. Dus dat is belangrijk. Ik link muziek met seks, omdat vooral het creatieproces link ik met elkaar. Omdat samen muziek maken, zoals dat John en ik dat deden, dat is heel naakt. En dat is intiemer dan seks vaker, eigenlijk. Want... Je kunt seks hebben met iemand dat hij niet zo intiem waart. Je hebt wel lichamelijk zitten wel in contact geweest, maar hebt u niet helemaal opengesteld. Bij muziek maken gaat dat bijna niet. Je moet u openstellen, anders komt er niks interessants uit. En dus daarmee vergelijk ik altijd muziek met seks. En dan het prostitutiegedeelte zit meer in het... dat ben ik nu eigenlijk vergeten eigenlijk, waar dat vandaan komt. Dat komt eigenlijk een beetje van het... het is sowieso begonnen met een beetje een schrik van... Wat gaat er gebeuren met de muzikanten, met de jonge muzikanten? Wat gaan die moeten doen om te overleven? Want het gaat niet goed in de muziekbusiness. Er zijn veel te veel muzikanten, er zijn veel te weinig inkomsten. Dat is geen goede combinatie, dat is economisch geen goede regel. Dus je ziet het helemaal veranderen. En van, wat gaat er gebeuren met die muzikanten? Wat gaan die moeten doen om te overleven? Gaan dat prostituees moeten worden om te kunnen overleven? En daaruit ben ik vertrokken met mijn link van muziek en prostitutie. Soms heb ik wel het gevoel dat we ons prostitueren als ik voel van... Dit gaat vooral over geld, of gaat soms alleen over geld, dan kan dat gevoel wel bekruipen. En het grappige is dat ik de enige ben die dat gevoel heeft. Want John heeft dat nooit. Die denkt gewoon van, het was een goede show of het was geen goede show. Die denkt er niet aan. Die gaat er gewoon helemaal voor. En ik sta er zo'n klein beetje aan de kant van en ik denk dan van, dat was toch wel, ik voel mij alsof ik verkracht ben. of dat ik just seks heb gehad tegen mijn hoesting. Dus de film gaat over muziek en prostitutie en poëzie. En ik heb het gevoel, als ik hier zit... muziek te spelen, dat het dichtst is bij een prostituee dat ik al gekomen ben, muzikaal. Het dichtste bij naakt gaan op een podium. Naakt gaan voor die film ook, voor iedereen die eraan meegewerkt heeft. Naakt gaan voor mijn boek, wat ik gemaakt heb, die ook in samenwerking met die film tot stand is gekomen. En het prostituee gedeelte wordt ook opgevuld door Paulien, die eigenlijk een beetje in deze zetel zo eigenlijk een beetje de prostituee speelt. Een soort metafoor, ook een poëtische prostituee. Het is geen enkel moment dat er iets seksueels, een seksuele handeling is. Het is, ze moet dat uit,
uitbeelden. Uitstralen. Uitstralen. En het fantastische is dat Pauline niet alleen een geweldige zangeres is, maar ook eigenlijk een actrice. En zij kan dat heel, heel goed. Dus dat is eigenlijk een... gewoon een win-win, Pauline. Ik vind het een heel interessante ervaring, omdat het zo eclectisch is, inderdaad. Ik moet een beetje in een rol kruipen. Ook in de muziek natuurlijk, wat heel dicht bij mij ligt. Dus ja, ik vind het een super ervaring eigenlijk. En ook een heel mooi project in zijn geheel, dus daar ben ik wel blij om. De muziek is eigenlijk ontstaan vooral nadat de film af was. En dan eigenlijk hebben we dat samen gedaan tot een zekere hoogte. We werken ook samen met Tim Bruzen, die ook voor Arsenal samen, waar we al voor Arsenal mee samenwerken. En het is eigenlijk Tim, Pauline en ik die dat eigenlijk, dat is eigenlijk een mooie internationale samenwerking. En kunnen we dat begrijpen dat ze dat doet? Wat ze fantaseren. En wat ze doet. Wat ze doet, ja, dat ze haar prostitueert voor haar muziekcarrière. Ja, ik zou het zelf niet doen natuurlijk, maar ik kan mij wel volgen als je kijkt naar de film, hoe dat ze daar terecht komt. Door die druk die op haar schouders ligt van die gigantische droom. En dan ja, het ding dat op je pad komt en het lijkt alsof het voor haar geen andere weg is daar naartoe op dat moment. Ja, ja, het is waar. Het is geld. Ja, want ik las in een interview dat je zei van het begin van dromen. Nee, dromen is het begin van verantwoordelijkheid. Ja, dat is een mooi gedichtje van William Butler Yeats. En dat heet In Dreams Begin Responsibilities. En dan zeg ik van, ja, in dromen begint verantwoordelijkheid. En ik heb daar heel veel over nagedacht, over dat ene lijntje. En ik zeg van dromen en verantwoordelijkheid, die gaan eigenlijk samen. Het is het moment dat je verantwoordelijkheid neemt voor je dromen, dan kan er iets beginnen groeien. Dat is zoals een blubber opeens een ruggengraat krijgt. Verantwoordelijkheid is die ruggengraat. Opeens kan dat een wezen worden. Daarmee ook dat ik met een kwal werk, want die heeft geen ruggengraat. Dat is gewoon een kwal. Dat is een blubber die gewoon beweegt. En dat is wel mooi en schattig en dromerig, maar niet verantwoordelijk. En je hebt verantwoordelijkheid nodig. En mijn personage neemt verantwoordelijkheid. Zij het wel, ja, bedoel, die haar gezin gaat. En denk wel van, je moet een beetje oppassen met je verantwoordelijkheid. Je moet wel een beetje weten van wat dat doet. Maar aan de ene kant juich ik dat wel toe, dat die verantwoordelijkheid neemt. En die wordt ook rijker en muzikaal. Wordt die, ik moet zeggen, niemand gaat dat merken, hè? Maar eigenlijk, dus dat begint eigenlijk met hele simpele noten en hele simpele melodie. En hoe, naarmate dat vordert, naarmate dat die dingen doet, maak ik dat rijker en worden dat akkoorden en krijgt dat een derde dimensie. Ze worden eigenlijk 3D, terwijl ze begint 2D en ze wordt 3D. Dus door wat dat ze heeft gedaan, dus that's a good thing. Oh, de film is ontstaan meer in een soort zoektocht die te maken had met, om het met een zwaar woord, een midlife crisis. Zo, nadien denk ik van, oké, dat is mijn midlife crisis geweest. Van eigenlijk gewoon heel veel in vraag stellen van, wat ben ik, wat doe ik hier, wat is dit? En dat is ook wat dat mijn hoofdpersonage doet, van, wat is dit? Van, dit is een kooi. Ik zit vast in een kooi. We zitten allemaal in kooien. We zitten allemaal in kooien. Kooien dat we zelf hebben gemaakt. Kooien, we willen ook in kooien zitten. Als je zegt van, yes, I do. Dat is een dikke kooi die je rond je sluit. En dat is goed, want je wilt niet zweven in de space, hè, van, met niks attached. Je wilt in een kooi zitten. Maar opeens is dat duidelijk zo van, oei, dat is wel, je ziet de structuur van de kooi. En dat was voor mij wat die midlife crisis was en wat de inspiratie was voor heel die film. Van, wat doen we daarmee? Hoe pakken we dat aan? Want deze film, hij speelt zich af in Japan. Maar eigenlijk gaat het over mij en mijn vrouw. En de vorige film ging ook over mij en mijn vrouw. En de volgende film gaat ook over mij en mijn vrouw gaan. Maar ik voel dat we zetten iedere keer nieuwe stappen in onze relatie. En zij is die kooi, voor alle duidelijkheid. Eens, als je zo stappen zet van oké, ik wil daar live iets mee doen. Ik ga iets doen met Pauline, ik ga iets doen met die gedichten. We gaan dat nog rijker maken, we gaan een extra laag maken. Dan opeens wordt dat zo like, zwak om die gewoon in de cinema's te droppen. Zonder die extra value dat we er rond gecreëerd hebben. En als ik dan zie hoe moeilijk dat soort films het doet in de cinema, dag van vandaag. Ik bedoel, andere films doen het ook al heel moeilijk. De cinema's hebben het moeilijk voor een groot stuk. Arthouse films hebben het heel moeilijk.
En denk ik van, dan heb ik liever dat ik persoonlijk hem verkoop eigenlijk, als prostituee van dienst. Dat ik hem eigenlijk ga verkopen en dat ik eigenlijk doe ik dat voor die film. Dat ik het meeste publiek kan bereiken met de best mogelijke performance of film eigenlijk, ja. Waarom moeten de mensen komen zien? Pauline, wil jij daarop antwoorden? Ik denk dat dat iets vrij uniek is ook. Dus, ik bedoel, film, Japanse film, live muziek daarbij en dan ook poëzie. Voor mij is dat volledig nieuw en ik vind ik nodig al mijn mensen uit om ik zit ervan. Ik moet dat toch eens checken. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat het dat iets is dat je nooit meer gaat zien als je niet komt kijken. Ja, voilà. Cinefox.